Vlinders in je buik is een van de vele documentaires die wordt gedraaid op het Kids and Dogs Festival. Dat is een festival dat wordt gehouden in het Filmmuseum in Amsterdam. En daar draaien allemaal films over kinderen voor kinderen. Bijvoorbeeld films over Chinese visserskinderen, over jongeren in New York en over een meisje dat haar flaporen wil laten veranderen. Dus een goede tip om naartoe te gaan. Dit schiet al aardig op, vind je niet? Maar ja, ik heb één probleem. Ik moet naar mijn volgende onderwerp en die dobbelsteen hier gaan rollen. Ja, kijk wel beter uit, een donderdele boel. Dus er is eigenlijk maar één oplossing. En dat is dat ik bepaal wat het volgende onderwerp wordt. En dan weet je het wel, hè? Want ik had je beloofd om die jackpot eruit te laten gaan. Dus jackpot boogie! Jackpot boogie! Zo, laat ik mijn project even voor wat het is. Alweer! Dat is stom van mij, stom! Nou ja, goed, ik zet het zo alweer overeind. De jackpot. Dat was iets vrolijks. Daar zit heel veel in. Heel veel. Een Furby. Het spel de Lego Racers. Die auto die ik je net heb laten zien. Een cd van Steps plus een t-shirt. En misschien nog wel veel meer. Nou ja, te vet om op te noemen, mag ik wel zeggen. En als je die binnenhaalt, dan wordt er geen Sinterklaas meer gevierd, ja? Dan komt Sinterklaas niet meer bij je langs. Want dan heb je wel genoeg gehad, dacht ik zo. We gaan hem weggeven, maar we moeten natuurlijk wel een prijsvraag verzinnen. Ja, kijk even naar het volgende fragment van Steps. Pen en papier bij de hand, want hier komt de prijsvraag. Wat is de naam van deze girl? En wat is de naam van deze boy? Als je het weet, schrijf je antwoord op een briefkaart. Heel belangrijk, want dan hoef je niet al die enveloppen open te maken. En stuur het antwoord naar Jackpot Boogie, postbus 22552 1100 DB in Amsterdam. En ik hoop dat jullie het allemaal weten, want die jackpot, jongen, die wil je echt winnen. En ik? Ja, ik ben gedoemd om de boel hier maar eens op te gaan ruimen, hè? Ik heb er een flinke ravage van gemaakt. Games. Zo, nou dat schiet toch al aardig op, vind je niet? Hey BW, kom je doen? Helpen! Helpen? Ja, zonder handjes zeker. Hey, joh, wat doe je nou? Vechten! Vechten? Ik ben tegen zinloos geweld toevallig hoor. Het is maar een spelletje. Welk spelletje? Dit is Ridder Hype en hij speelt de hoofdrol in een nieuw adventure dat net uit is op CD-ROM. Hype lijkt verdacht veel op een bekend speelgoedpoppetje. Maar vergis je niet, met Hype valt niet te spotten. Hij is kwaad en dat laat hij merken ook. Hype is op zoek naar de Zwarte Ridder en iedereen die probeert hem tegen te houden krijgt te maken met zijn bijzondere krachten. Om in conditie te blijven verzamelt Hype magische kruiden. Want op zijn quest komt hij heel wat kwade machten tegen die hem de doortocht willen beletten. Niet alleen wolven en andere dieren, maar ook monsters en soldaten, geesten en spoken, heksen en tovenaars. Het spel kent maar liefst 89 verschillende wezens. Ooit heeft de Zwarte Ridder Hype vervloekt en verbannen naar een afgelegen uithoek, ver weg in de tijd. Maar de vloek is verbroken en de Ridder Hype zoekt wraak. Onderweg moet hij regelmatig stevig van zich afslaan. Hij moet oppassen dat hij niet verdwaalt in doodlopende gangen. Hij moet zijn hersens breken over raadsels, verwarrende puzzels en geheime codes. Soms lijkt de tegenstander enger dan hij is. Continu op zijn hoede voor echte en onechte gevaren doorkruist hij middeleeuwse dorpen, kastelen en kerkers, duistere wouden, woeste bergen, onderaardse riolen en nog tientallen andere geheimzinnige werelden.
Het is niet eenvoudig om terug te keren naar de eigen tijd en wraak te nemen op de Zwarte Ridder. Maar met helder nadenken, moed en doorzettingsvermogen zal het je, zal het Ridder Hype zeker lukken. Wat doe je nou? Ja, zo haal ik het natuurlijk nooit voor het einde van de uitzending. Stel je niet aan, mopperkont, dat biem ik wel weer recht. Oh ja? Laat maar zien. Biem! Vorige week in Emma's Geheim. Wat is er met jou? Hoezo? Afruimen, afwassen. Normaal doe je het na 7 keer vragen nog niet. Straks ga je me nog vertellen dat je mijn nieuwe stampaatjes wil proeven. Oh, graag. Graag. Welterusten, tot morgen. Welterusten, Emma. Welterusten, lieverd. Deel 4 alweer van Emma's Geheim. En Emma wordt vandaag gespeeld door Robin. Ja, wat is er? Ik heb Marie voor je aan de telefoon, of je mee gaat paardrijden. Nee, ik heb nu geen tijd. Oh, nou, zal ik je de telefoon even geven? Dan kan je het er zelf vertellen. Nee. Emma, hoe is het eigenlijk op school? Je vertelt de laatste tijd zo weinig. Mag ik van tafel? Nee, lieverd, je hebt nog niks gegeten. Heb je Marino al gesproken? Ze heeft zeker al 3 keer gebeld vandaag. Normaal ben je niet van de lijn af te slaan als je er spreekt. Het is niet erg aardig van je, Emma, om niks van je te laten horen. En Marie is je beste vriendin. Wat zeuren jullie nou? Als ik bel, duurt het te lang. En als ik niet bel, is het ook niet goed. Wat is er nou aan de hand? Je bent al dagen niet te genieten. Gaat het niet goed op school? Heb je ruzie met Marie? Met mij is er niks. Mag ik nu van tafel? Ja, ga dan maar. Ik wil wel trouwens hier die troep opruimt in je kamer. Ik zag dat het een enorme bende was. Wanneer ben je op mijn kamer geweest? Ik ben niet op je kamer geweest. Nee, maar ik zag wel toen je me laatst in de deuropening tegenhield dat er heel veel rommel achter je lag. Wat ben je er aan het uitspoken? Mijn kamer is verboden terrein. Zeg, jonge dame. Als jouw vader tegen je zegt dat jij je kamer op moet ruimen, dan zal jij je kamer opruimen. Emma? Ja, best. Emma? Er is telefoon voor je. Ik heb geen tijd. Maar het is een meneer van het ministerie van Algemene Zaken. Ja, daar ben ik mee bezig. Morgen, dat haal ik nooit meer. Wat zijn wij de laatste tijd nou allemaal kwijtgeraakt? De mixer, de citruspers. Ze luistert niet. Waterpomptang, niet-machine, knoflookpers. Keur domino, geen blik meer waardig. Maatbeker, afstandsbediening. Ach, ze heeft geen contact met Marie. Brillenkast. Ze is bloedzagrijnig. Tandenstok. Ziet eruit als een vaatdoek. De vergiet. De koekenpan. Oh ja, in de ene gaat ze zitten beweren dat jouw koekjes heerlijk zijn. Terwijl de hele wereld weet hoe verschrikkelijk die smaken. En ik ben al in geen dagen meer op de kamer geweest. Heeft ze die nou opgeruimd?
lieverd. We willen even met je praten, je vader en ik. Ik heb niks te zeggen. We maken ons zorgen om je. We zijn bang dat het niet goed met je gaat. Lievertje, we komen nu binnen. Nu. Nee, dat mag niet. Nee. Ik zei toch dat jullie niet binnen mochten komen? Goed, hè? Hij is helemaal af, maar ik zit er nog even niet aan. Want ik wil je eerst nog even wat vertellen over Emma. Spannend, hè? Volgens mij komt ze nu niet meer onder de waarheid uit. Volgens mij moet ze het echt aan haar ouders gaan vertellen. Maar ja, we zien het volgende week pas. Want